mogen weten dat het uw woorden zijn en dat we daarop mogen bouwen, dat we daardoor mogen groeien. Dank u wel, Heer. We hebben net gezongen, maak mij een beeld van u. Heren, vorm ons. Dank u wel. En wilt u zo vanmorgen bij ons zijn, ook dit tweede uur, wilt u mij helpen om uw woord door te geven, dat het uw woorden mogen zijn. En wilt u dat ook in ieder van ons uitwerken. We vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen hebben we gehoord over tot bekering komen. Over het worden van christen en hoe je daar dankbaar voor mag zijn. De boodschap, de titel Uitingen van de Oude Mens, gaat over het volgen van de Heer. Dus je bent christen. Ja, en hoe ben je dan christen? Gisteren hebben we in een aantal preken al stilgestaan bij 2 Timotheüs 3. Onder andere de eerste 5 versen. En die versen gaan over de zware tijden van de laatste dagen. En die tijden zijn zo zwaar, omdat je leest hoe de mensheid dan zal zijn, hoe de mensheid is vandaag de dag. Maar ook omdat je ziet dat ook onder christenen zo is vandaag de dag. En dat heeft te maken met het oude mens. Nou, in deze conferentie hoop ik, zo de Heer wil, een aantal preken te verzorgen over de oude en de nieuwe mens. En dat dan naar aanleiding van Colossenzen 3. En daar willen we dan eerst een aantal versen uit lezen. En dat is Colossenzen 3 vanaf vers 5. Colossenzen 3 vanaf vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. In de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Als je dit gedeelte leest, dan lijkt daar een tegenstrijdigheid in te zitten. Als we het over de oude mens hebben, dan hebben we het eigenlijk over dat moment dat je de Heer nog niet kende. Dat je nog niet in Christus was. Colossenzen 3 vers 9, daar hebben we gelezen, liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Je hebt het uitgedaan. Maar toen je de Heer Jezus niet kende, leefde je daarin. Dat hebben we ook gelezen in Colossenzen 3 vers 7. Je kon niet anders. Bijvoorbeeld uit Efeze 2 vers 3. Want als ongelovige leef je daarin, leef je in de zonde.
omdat je onder de macht van de boze, van de duivel staat. Maar op het moment dat je de Heer Jezus hebt aangenomen, ben je een nieuw schepsel geworden. Daar getuigt de schrift van, 2 Korinther 5 vers 17. Je hebt de nieuwe mens aangedaan, hebben we gelezen in Colossenzen 3 vers 10. Eigenlijk zoals Galaten 2 vers 20, laten we dat vers opzoeken, zoals Galaten 2 vers 20 zegt. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. We hebben gelezen, ik ben met Christus gekruist. En toch hebben we in Colossenzen 3 vers 5 gelezen. Dood uw leden die op de aarde zijn. En toch lees je in Colossenzen 3 vers 12, wat aan kinderen van God gezegd wordt. Lees je in Colossenzen 3 vers 12, zo doet dan aan als uitverkorene Gods heilige en beminde. Dus ondanks dat je als kind van God in Christus bent, ondanks dat je een nieuw schepsel bent, moet je klaarblijkelijk nog steeds wat afleggen en nog steeds wat aandoen. Nou, dat komt er heel mooi tot uiting. En die versen gaan we lezen in Efeze 4, vers 22 tot en met 24. Efeze 4, vanaf vers 22. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus als je dat zo bekijk, dan lijkt dat in tegenspraak. Maar dat is het niet. Laten we naar de praktijk kijken. Ga je als christen altijd zo met je medemens om, zoals het naar Gods woord zou behoren? Binnen je gezin. Binnen de gemeente. Ja, maar ook naar ongelovigen toe. Noemen een aantal dingen die de schrift noemt. Ben je als vrouw altijd je man onderdanig? Nou, dat vraagt de schrift. Heb je als man altijd je vrouw lief? Dat vraagt de schrift ook. Luister je als kind altijd naar je ouders? En ben je altijd naar je omgeving toe dat goede getuigenis? En niet alleen in woord, maar in je handel en wandel. Ook onder christenen merk je dat er onder broeders en zusters over elkaar gesproken wordt. Over elkaar, over de voorganger. In Gods woord lees je, Filippenzen 2 vers 3, dat je de ander uitnemender moet achten dan jezelf. En toch zie je ook onder christenen dat het toch wel regelmatig ook gaat om het ik, jezelf profileren. Want dat leren we in de maatschappij. En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken. Het is dus klaarblijkelijk niet zo dat als je een kind van God geworden bent, dat je meteen een voorbeeld bent, dat je meteen leeft zoals de Heer dat voorhoudt in zijn woord. Maar dat komt heel mooi tot uiting als je gaat kijken naar wat is je positie in Christus en wat is je daadwerkelijke toestand als gelovige. Je positie in Christus is dat je behouden bent. Je positie in Christus is dat je vlees gekruisigd is. Dat je vlees hebt uitgetrokken, heeft met de geestelijke besnijdenis te maken.
Maar ja, je toestand is dat je niet altijd daarmee in overeenstemming leeft. Ja, en dat heeft dan met je vlees te maken. Dat vlees dat je probeert tot zonde te verleiden. Ja, en dat is dan die oude mens die dan de kop opsteekt. En sommigen willen laten geloven dat als je een kind van God bent, dat de Heer alles automatisch in je leven uitwerkt. Nou, ik ben een kind van God, dus het komt wel. Ja, God moet het doen. Dus ja, als je dan een fout begaat, ja, God moet het toch doen? Maar dat is dus klaarblijkelijk niet zo. En de praktijk laat dat zien. Dus blijkbaar heb je daarin als gelovige, je hebt een eigen wil om de Heer aan te nemen. Dan ben je een kind van God geworden. Maar als gelovige heb je ook nog steeds die eigen wil. Wat doe je als christen? Wat doe je als kind van God? En daarom lees je in die Bijbelgedeelte, word je opgeroepen om die oude mens steeds opnieuw af te leggen. En die nieuwe mens steeds opnieuw aan te doen. Oftewel, laten we naar Galaten 5 vers 25 bladeren. Oftewel, ben je opnieuw geboren? Leef er dan ook na. En dat is zo makkelijk gezegd. Dat is zo makkelijk gezegd. Ik denk dat we allemaal weten, ik ook, dat je soms zo snel de mist ingaat. Maar de Heere vraagt het wel. Galaten 5 vers 22. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Dus ben je opnieuw geboren? Ben je wederom geboren? Leef er dan ook naar. Nou, in de serie die ik dan deze week hoop te geven, willen we met name stilstaan bij het aandoen van de nieuwe mens. En dan gaat het met name om Colossenzen 3 vers 12. Waarin dan staat, zo doet dan aan als uitverkorene Gods heilige en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Wat betekenen die woorden nou eigenlijk? Wat houdt het in? Wat betekent het voor je? En wat geeft het je op het moment dat je gaat leven zoals de Heer God dat vraagt? En wat heeft dat dan weer te maken met? Ja, eens komt de Heer ons halen en als we naar de wereld kijken weten we dat het niet zo heel lang meer kan duren. De Heer gaat terugkomen, gaat zijn gemeente halen. Maar dan kom je wel voor de rechterstoel van Christus te staan. En de Heer laat in zijn woord zien dat dat daarmee te maken heeft. Maar allereerst willen we naar een voorbeeld kijken. En dat voorbeeld laat zien hoe het niet hoort. Eigenlijk dus, ja, op en top die oude mens. En wat daar dan de gevolgen van zijn. En dat voorbeeld, dat betreft de zoon van koning David, Absalom. Ik denk dat we de geschiedenis allemaal wel kennen. We gaan er zo'n deel uit lezen. Dat komt uit 2 Samuel 15. Maar Absalom die kwam in opstand tegen zijn vader, koning David. En we lezen daar dan in 2 Samuel 15 de eerste 12 versen van. En het geschiedde daarna dat Absalom zich liet bereiden, wagen en paarden en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht heen. Ook maakte zich Absalom des morgens vroeg op en stond aan de zijde van de weg, der poort. En het geschiedde dat Absalom alle man die een geschil had
om tot de koning ten gerichte te komen, tot zich riep en zeide: uit welke stad zijt gij? Als hij dan zeide: uw knecht is uit een der stammen Israëls, zo zeide Absalom tot hem: zie, uw zaken zijn goed en recht, maar gij hebt geen verhoorder van des konings wegen. Voort zeide Absalom: och, dat men mij ten rechter stelde in het land, dat alle man tot mij kwamen die een geschil of rechtszaak heeft, dat ik hem recht sprake. Het geschiedde ook, als iemand naderde om zich voor hem te buigen, zo reikte hij zijn hand uit en greep hem en kuste hem. En na die wijze deed Absalom aan gans Israël, die tot de koning ten gerichte kwamen. Alzo stal Absalom het hart der mannen Israëls. Ten einde nu van 40 jaar is het geschied dat Absalom tot de koning zeide: laat mij toch heen gaan en mijn gelofte die ik de Heere beloofd heb te Hebron betalen. Want uw knecht heeft een gelofte beloofd als ik te Gezer in Syrië woonde, zeggende: indien de Heere mij zekerlijk weder te Jeruzalem zal brengen, zo zal ik de Heere dienen. Toen zeide de koning tot hem: ga in vrede. Alzo maakte hij zich op en ging naar Hebron. Absalom nu had verspieders uitgezonden in alle stammen Israëls om te zeggen: als gij het geluid der bazuin zult horen, zo zult gij zeggen: Absalom is koning te Hebron. En er gingen met Absalom van Jeruzalem 200 mannen, genodigd zijnde, doorgaande in hun eenvoudigheid, want zij wisten van geen zaak. Absalom zond ook om Achitofel de Giloniet Davids raad uit zijn stad uit Gilo te halen, als hij offeranden offerde. En de verbintenis werd sterk en het volk kwam toe en vermeerderde bij Absalom. Nou, als je het vervolg daarvan gaat lezen, dan lees je hoe David op de vlucht slaat. Maar ook hoe de geschiedenis dan zo wendt dat uiteindelijk Absalom in de strijd die ontstaat omkomt. En hoe David terugkwam in Jeruzalem. Nou, dat lees je dan in de vervolghoofdstukken tot en met 2 Samuel 19. Allereerst is het goed om op te merken dat Absalom handelde uit wraak over het feit dat zijn broer Amnon zijn zus Tamar verkracht had. En die geschiedenis kun je lezen in 2 Samuel 13. Absalom doodde Amnon. En daardoor vluchtte hij in eerste instantie. En dan lees je in 2 Samuel 13 vers 38 dat hij 3 jaar in Gezer verblijft. Maar toen David hem na die periode terug liet komen, dan wilde hij Absalom toch de eerste 2 jaar nog niet zien. Dat lees je in 2 Samuel 14 vers 28. En dat heeft er ongetwijfeld ook toe geleid dat de wrok bij Absalom alleen maar verder gegroeid was. Menselijkerwijs, vanuit je oude mens, zeg ik dan maar even, is het misschien zelfs nog te begrijpen dat Absalom die wrok heeft gekregen. Want zijn vader, die leek notabene zijn broer die een verkrachter was, liever te hebben dan hem. Zo kan hij gedacht hebben. Maar heeft dat Absaloms handelingen, hoe hij zich profileerde, hoe hij wandelde, hoe hij handelde, rechtvaardigde dat? Laten we naar zijn handel en wandel kijken. Absalom wilde het koninkrijk van zijn vader overnemen. Maar heb je ook gezien hoe hij dat deed? Hij deed dat, 2 Samuel 15 vers 6, door de harten van de mensen te stelen. 2 Samuel 15 vers 6, daar staat geschreven: en naar die wijze deed Absalom aan gans Israël, die tot de koning ten gerichte kwamen, alzo stal Absalom het hart der mannen Israëls. Het koninkrijk behoorde zijn vader David toe. Maar door dus de mensen te manipuleren, probeerde hij het volk op zijn hand te krijgen. Waardoor hij zijn vader van de troon af zou kunnen stoten, waardoor hij de macht naar zich toe zou kunnen trekken. En daarin volgde hij een tactiek. In vers 1 van 2 Samuel 15
hebben we gelezen. En het geschiedde daarna dat Absalom zich liet bereiden, wagen en paarden, en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht heen. Daar staat, het begint met en het geschiedde daarna. En daarvoor is al het een en ander gebeurd. Hebben we het net al even kort over gehad. Als je kijkt naar de persoon van Absalom, zeker in het deel wat we gelezen hebben, probeert hij de aardige man te zijn voor de mensen. De geschiedenis ervoor lees je dat Absalom een man van uiterste is. Doorgaans komt hij over als een aardig persoon. Hij wilde de koning zien. En dus hij liet tweemaal iemand naar Joab gaan om te vragen, ik wil graag naar de koning toe. Maar daar werd niet op gereageerd. Joab wilde tweemaal niet komen. Wat deed Absalom toen? Ging hij er zelf naartoe? Nee, hij ging er niet zelf naartoe. Hij verviel in het andere uiterste. Hij liet de akker van Joab, liet hij door zijn knechten in brand steken. Dat kun je lezen in 2 Samuel 14 vers 29 tot met 31. Hij liet die akker in brand steken, want ja, dan komt Joab wel bij mij. Dus hij zette de boel naar zijn hand. En zo begon hij, zeg maar, zijn eigen ik te bouwen. En zijn eigen ik vooruit te schuiven. En zo staat er van Absalom bijvoorbeeld in 2 Samuel 14 vers 25. Nu was er in Israël geen man zo schoon als Absalom, zeer te prijzen, van zijn voedsel af tot zijn hoofdschedel toe, was er geen gebrek in hem. In die tekst staat, Absalom was schoon. Absalom was mooi. Mooi om te zien. En dus, zoals dat in die tekst staat, zeer te prijzen. Nou, je ziet dat als je naar de showbiz gaat kijken. Hè? De glamour die daarmee gepaard gaat, daar zie je dat ook in. Mensen willen er mooi uitzien. En uiteindelijk draait dat allemaal om invloed. Rijkdom, macht. Maar dat zegt dus iets over Absalom. Hij was een man die geprezen werd. En dat wilde hij. Dat hebben we gelezen in 2 Samuel 15. In 2 Samuel 15 vers 1 lazen we dat, alhoewel hij nou geen koning was, liet hij wagen en paarden bereiden en hij liet 50 mannen voor zich uitgaan. Ja, hij wilde de eer van een koning. Dus hij was op zijn eigen eer uit. Kom je in de Bijbel vaker tegen. In de tijd dat Heer Jezus op aarde was. Zag je dat bij de fariseeën? Als je in Johannes 12 vers 43 kijkt, dan zie je daar geschreven staan wat de fariseeën bezig hield. De geestelijke leiders van die dagen. En dan staat er in Johannes 12 vers 43, want zij hadden de eer van de mensen lief, meer dan de eer van God. Wat zij deden was voor de mensen. En zij wilden door de mensen aangezien worden. En dat had Absalom ook. Dat laat dus zien dat het hele trotse mannen waren. Psalm 19 vers 14, daar zegt David het volgende over trotsheid. Psalm 19, vers 14. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overheersing. Of
Terwijl trotsheid, het gericht zijn op je ik, kan leiden tot grote overtreding. Grote zonde. Nou ja, dat zie je in het leven van Absalom. David die werd een hele tijd achterna gezeten door koning Saul. Koning Saul die niet naar de Heere God wilde luisteren. Die dus ja, een zondige koning was, om het zo te zeggen. En wat lees je dan in de Bijbel? Dat op een gegeven moment was David in de gelegenheid om Saul te doden. Maar dat wilde David niet. Want David zei, nee, hij is de gezalfde des Heren. Daar ga ik niet mijn... Dat waag ik niet om die om het leven te brengen. En wat deed Absalom? Die deed precies het tegenovergestelde. We weten dat David ook fouten heeft gemaakt. Maar David diende wel de Heere. En David wordt in de Bijbel dan ook een man naar Gods hart genoemd. Ja, en Absalom wilde die koning wel eens eventjes helpen. Met andere woorden, trotsheid drijft tot zon. En er zijn een heleboel versen in de Bijbel die dat laten zien. Spreuken 16 vers 18 bijvoorbeeld. Spreuken 16, vers 18. Hoovaardigheid is voor de verbreking. Hoovaardigheid, hoogmoed is voor de verbreking. En hoogheid des geestes is voor de val, staat er dan geschreven. Ja, Absalom is ten val gekomen. Want de Heere wil geen trotsheid, de Heere wil nederigheid. Nou, later deze week gaan we daar nog uitgebreider bij stilstaan. Maar laten we alvast even naar Spreuken 16 vers 19 kijken. Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedige, zegt de Heere, dan roof te delen met de hoovaardige. En Spreuken 16 vers 20 vult dan aan, die op het woord verstandiglijk let zal het goede vinden en die op de Heere vertrouwt, die is wel gelukzalig. Laat dat een waarschuwing zijn voor vandaag de dag. En want de Heere wil dat je nederig bent, dat je niet op jezelf vertrouwt. Want als je op jezelf gaat vertrouwen, is dat ja, het begin, is dat een voedingsbodem voor trotsheid. Voor trotsheid. Maar dat je, hij wil dat je op hem vertrouwt en dat je je richt op zijn woord. Vervolgens lezen we in 2 Samuel 15, vers 2 en 3... Ook maakte zich Absalom des morgens vroeg op en stond aan de zijde van de weg der poort. En het geschiedde dat Absalom alle man die een geschil had om tot de koning ten gerichte te komen, tot zich riep en zeide, uit welke stad zijt gij? Als hij dan zeide, uw knecht is uit een der stammen Israëls, zo zeide Absalom tot hem, zie uw zaken zijn goed en recht, maar gij hebt geen verhoorder van des konings weeg. Absalom was trots, Absalom wilde geprezen worden en dus vertelde hij leugens over zijn vader. De mensen waren op weg naar de koning om een geschil voor te leggen, maar voordat ze bij de koning waren, werden ze door Absalom onderschept. En zonder de zaak te onderzoeken, zei hij eigenlijk direct, jouw zaken zijn goed en recht. Maar bij de koning moet je niet zijn, want die luistert niet naar jou. En zo bespeelde hij de mensen. Hoe kun je dat naar onze huidige maatschappij vertalen? Een heel eenvoudig voorbeeld. Wat onder mensen denk ik best wel veel voorkomt. Ik had het al over de glamour hè, van de showbiz. Nou, stel je baas viert een feest. En kom binnen in een gloednieuw pak. Die heeft zich helemaal in het nieuw gestoken voor dat grote feest van hem. Maar die combinatie, die vind je zelf toch vreselijk.
Maar wat zeg je dan? Zeg je dan niets? Of zeg je gewoon, je hebt je in het nieuw gestoken, geen waarde? Of ben je heel eerlijk, wat heb jij een lelijke combinatie aan? Nou, dat laatste zal bijna niemand zeggen, maar hoeveel zullen zeggen, wat zie jij er geweldig uit vandaag? Ja, weet je, als je dat gaat zeggen, is dat een leugen. Een leugen, en waarom doen mensen dat? Nou, ze willen aardig gevonden worden. En als je denkt aan je baas, ja, misschien was je wel net bezig met promotie maken. Dan moet je wel aardig gevonden worden, toch, door die baas. En je wil ook niet dat hij gaat denken, ja, wat moet ik nou met jou? Nou, dat is vleien. Leugens, aardige woorden vertellen, maar je hebt een... Je vindt het niet zo, maar je vertelt dat omdat je een ander doel hebt. Je hebt een ander doel. Maar dat kom je onder kinderen Gods, kom je in de gemeente ook tegen. Mensen die leugens over een ander vertellen, jou naar de mond praten, omdat ze aardig gevonden willen worden. En soms gaat dat verder, omdat ze wat willen. Misschien dat ze een bepaalde taak op het oog hebben. Maar dat vleien, dat gaat ten koste van de ander. Laten we Psalm 55, vers 22 opzoeken. Psalm 55, vers 22. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden. Je kunt met je mond heel veel voorgeven, terwijl er van binnen iets heel anders leeft. Dat brengt dat vers heel mooi onder woorden. Psalm 12, vers 2 tot en met 5. Behoud, o Heere, want de goede tieren ontbreekt. Want de getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen. Zij spreken valsheid. En ieder met zijn naaste, met vleiende lippen, zij spreken met een dubbel hart. De Heere snijde af alle vleiende lippen, de groot sprekende tong. Die daar zeggen, wij zullen de overhand hebben met onze tong. Onze lippen zijn onze. Wie is Heer over ons? De Heere openbaart door zijn woord dat dit zit in de mens. Dit zit in de mens. Ja, en daar waarschuwt hij tegen. En de Heere laat in zijn woord ook zien wat de gevolgen ervan zijn. Sowieso het einde. We hebben het gelezen op Psalm 12, vers 4. Hij zal de vleiende lippen afsnijden. Nou, onder andere de apostel Paulus gaf ons het voorbeeld hoe het wel moet. 1 Thessalonicense 2, vers 5 en 6. In die versen vinden we het volgende geschreven. Thessalonicenzen 2, vers 5. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid, God is getuige, nog zoekende eer uit mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als apostelen van Christus. Nou, pluimstrijken, wat betekent dat? Ik heb het opgezocht. En dan kom je bij de volgende betekenis. De pluimen, de pluisjes van iemands kleding strijken. Dus, dat hoort ook nog bij die toelichting die ik heb gevonden. Iemand ongevraagd diensten bewijzen. Iemand laffe complimenten maken. Iemand op onderdanige wijze vleien. Dat is pluimstrijken. En dan zegt dus de Heere in
1 Thessalonicenzen 2, vers 5. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan. Paulus zegt dit, maar het mag duidelijk zijn wat de Heer ons daarmee zeggen wil. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan. Dus je moet niet vleien. Je moet niet de eer van mensen zoeken. En als we het over liegen hebben. Nou, we hebben in Colossenzen 3 vers 9. Colossenzen 3 vers 9 hebben we gelezen. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werk. Nou, toen Absalom de leugens over zijn vader verteld had, komen we weer terug bij 2 Samuel. Kon hij de aandacht op zichzelf gaan richten. Dat is de volgende stap in zijn tactiek. 2 Samuel 15 vers 4. Voort zeide Absalom, och dat men mij tot rechter stelde in het land, dat alle man tot mij kwamen die een geschil of rechtszaak heeft, dat ik hem recht sprake. Dus toen de mensen gekieteld waren, met hun eigen gelijk, en toen de mensen voorgelogen waren over de koning, dan kon hij de aandacht op zichzelf richten. Ja, en dat is waar het hem om te doen was natuurlijk. Want het ging om hemzelf. Het ging om zijn ik. Nou, in 2 Samuel 15 vers 5. Laat dan nog eens zien hoe hij dat deed door de mensen te vleien. We lezen, het geschiedde ook als iemand naderde om zich voor hem te buigen. Zo reikte hij zijn hand en greep hem en hij kuste hem. Hij kuste hem. En natuurlijk, in die tijd was een kus geven was een normale begroeting. Dat klopt. Maar wat je ziet is, Absalom probeerde de aardige man te zijn, op en top. En daarmee speelde hij in op de trotsheid van de mens. Want de mensen wilden gekend worden in hun geschil dat ze hadden. Maar ze wilden ook gezien worden. Alles om zijn doel te bereiken. Nou, ik denk dat we uit de schrift al weten dat Absalom niet de enige was die een kus gebruikte. Op een verkeerde manier. Judas verraadde de Heer Jezus met een kus. En dat werkt vandaag de dag niet anders. Soms lijken mensen aardig, maar ze laten niet zien of niet direct zien wat ze echt van plan zijn. Soms krijg je zomaar opeens complimenten. En op het moment dat je ze aardig vindt, proberen ze hun doel te bereiken. En wat deed Absalom? Dat lees je in 2 Samuel 15 vers 2. Die deed dat ook in het openbaar. Hij deed dat aan de zijde van de weg der poort. Nou, het is een Bijbelse waarheid, en daarvoor bladeren we naar Spreuken 27 vers 14, dat je moet oppassen als mensen je in het openbaar opeens beginnen te prijzen. Spreuken 27 vers 14. Ik bedoel, je mag best een keer een compliment aan iemand geven, hoor. Daar gaat het niet om. Maar hoe? Spreuken 27 vers 14. Die zijn vriend zegent met luider stem, zich des morgens vroeg opmakende, het zal hem tot een vloek gerekend worden. Iemand die met een luide stem iemand complimenten maakt, heeft daar meestal een bijbedoeling mee. En die is aan het vleien. En daarom staat er dus in het tweede deel van het vers ook, het zal hem tot een vloek gerekend worden. Want de Heere, Psalm 12 vers 4, hebben we gelezen, zal de vleiende lippen afsnijden. Nou, de Heer is er duidelijk over, hij wil geen vleierij. Je moet dat dus ook niet als iets goeds gaan zien. Zo van, we maken iemand blij met onze woorden, al meen je er helemaal niets van. Want het blijft gewoon bedrog.
Andere teksten die je daarbij op kunt zoeken zijn Psalm 5 vers 10, Romeinen 3 vers 13. Het schaadt degene die vlijt. Absalom werd verslagen. We hebben gezien in Psalm 12 vers 4 hoe de Heere het vlijen vergeldt. Maar ook degene die zich laten vlijen worden geschaad. En in de geschiedenis van Absalom wordt dat ook heel erg duidelijk. Want Absalom die krijgt heel veel mensen achter zich aan. Dat lees je in 2 Samuel 15 vers 12. Dat hebben we vanmorgen gelezen. Maar in de strijd die daardoor ontstond, en dat lees je in 2 Samuel 18 vers 7, daar vielen 20.000 slachtoffers. 2 Samuel 18 vers 7. En het volk van Israël werd al daar voor het aangezicht van Davids knechten geslagen en al daar geschiedde in diezelfde dagen een grote slag van 20.000. 20.000 slachtoffers. Nou ja, dat betrof degene die er bewust voor kozen om Absalom te volgen. Dus als je er meegaat, zul je schade, dat zul je eens ondervinden. Nou ja, en klaarblijkelijk zijn mensen daar toch gevoelig voor, want het betreft hun ik, het betreft hun trots en dat heeft vaak ook met gevoel te maken. Nou, vaak zie je dat personen in de Bijbel iets van een ander laten zien. Ze vormen een type, zoals dat dan genoemd wordt. David is wel een type van de Heer Jezus Christus. David verwijst vooruit naar de Heer Jezus Christus. Nou, zo is Absalom in zijn handel en wandelen met wie hij was, een type van de antichrist. En de antichrist, valse Messias die zich wil gaan verheffen boven God. Dat kunnen we lezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Wat zal de tactiek zijn van die antichrist om de aandacht te gaan krijgen? Nou, als je in Daniel 11 vers 21 leest, dan lees je dat hij het wereldtoneel zal gaan betreden met vleierijen. Daniel 11 vers 21. Daarna zal er een verachter in zijn staat staan, de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven, doch hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Als je de context erbij gaat lezen, dan zie je dat dit gaat over die grote wereldleider die gaat komen, de antichrist. En die zal met vleierijen aan de macht komen. Nou, zijn meester is de duivel. Ja, en die duivel, die wordt in Johannes 10 wordt een dief genoemd. Laten we dat vers er ook bij pakken, Johannes 10 vers 10. Johannes 10 vers 10. In het gedeelte over de goede herder staat dan geschreven: de dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ja, de dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Dat gaat over de Heer Jezus Christus. Maar dat eerste stukje, de dief komt niet dan dat hij stelen en slachten en verderven. Weet je, als kind van God ben je behouden. We hebben het over navolgen. Nou, als kind van God ben je behouden. Dat mag je zeker weten. Maar ja, die vijand van God kan je dus wel dusdanig in de macht krijgen dat je als christen de wereld weer ingaat. Of niet meer voor de Heere wilt leven. Teksten die je daar ook bij op kunt zoeken zijn Efeze 4 vers 27 of Handelingen 5 vers 3. Absalom stal het hart bij de mensen weg voor zichzelf. Nou, de duivel die steelt je hart bij de Heere weg. En ja, dat is wat Absalom dus met de harten van het volk deed. Vleierijen zijn een tactiek van de vijand van God. En daarom moeten we daar verre van blijven.
We hebben gezien hoe het de vleier en de gevleide schaadt. We hebben gezien hoe de Heer zegt dat hij de vleiende lippen zal afsnijden. En dan zegt Spreuken 20 vers 19. Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke. Vermeng u dan niet met hem die met zijn lippen verlokt. Duidelijk toch? Dat is wat de Heer zegt. En ja, dit is de boodschap juist voor deze laatste dagen. Het is een voorbeeld uit het Oude Testament, maar het is een boodschap voor deze laatste dagen. En dan kom ik bij de versen die eerder gelezen zijn in 2 Timotheüs 3. Over de laatste dagen van deze gemeentetijd. Nee, we leven niet in de tijd dat de antichrist er al is. We gaan niet die grote verdrukking meemaken. Maar hier wordt wel geschreven over hoe het zal zijn in de laatste dagen van de gemeente. En we gaan de versen gewoon nog een keer lezen. 2 Timotheüs 3 vers 1 tot en met 5. En weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars. De ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. De laatste dagen van de gemeentetijd zijn mensen dus, ik haal er een paar uit, liefhebbers van zichzelf. En dat uit zich in het zijn van meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Zelfliefde leidt tot trots. En dat uit zich weer in liegen en vleien. En dat zie je dus in de gelezen versen ook terugkomen. Je ziet hoovaardig staan, hoogmoedig. Je ziet lasteraars staan, je ziet achterklappers, roddelaars zie je staan. Je ziet verraders staan, je ziet opgeblazen staan. En dat betekent dat je jezelf heel wat vindt. En dat kom je dus niet alleen in de wereld tegen, maar ook onder kinderen van God. Het zijn allemaal dingen die met het vlees te maken hebben. Nou, Absalom heeft het voorbeeld gegeven hoe het niet moet. Hoogmoed, trots, ikgerichtheid, vleierijen, leugens. De Heere zegt, Efeze 4 vers 22, leg het af. Als je er als kind van God niet voor kiest om dat elke dag af te leggen en de nieuwe mens elke dag aan te doen, weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je daar gewoon niet mee. Want dat is jouw vlees. En dat voelt dan lekker voor jou. Want dat is zoals het in de wereld gaat. En dan word je ook door de mensen geaccepteerd. Keuzes hebben gevolgen. Voor het hier en nu. Maar ook voor de eeuwigheid. Ik heb het al gezegd. Als kind van God kun je niet verloren gaan. De schrift is daar duidelijk in. Maar als de Heer komt om zijn gemeente te halen, kom je voor zijn rechterstoel te staan. En dat mag een waarschuwing zijn. Ja, dat mag ook een vermaning. En een vermaning wordt vaak als negatief gezien. Maar een vermaning is ook een aansporing. Het mag een aansporing zijn om de Heer trouw te dienen. Ook in je dagelijkse handel en wandel. Dus laten we oprecht zijn. In waarheid met elkaar omgaan, niet liegen, niet bedriegen. En dat niet alleen als we in de gemeente zijn, niet alleen in prediking, niet alleen in... Maar ook in het dagelijks leven. En dan niet alleen in de grote dingen, maar tot in de kleine dingen toe. Nou, zo willen we de volgende keer, dat zal dan morgen zijn, in deze serie... We beginnen met Colossenzen 3 vers 12
en dan zien wat het inhoudt om de nieuwe mens aan te doen als het gaat om de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede dierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Dat is Colossense 3 vers 12. En dan komt er nog eentje bij en dat is leidzaamheid. Amen. Ik stel voor dat we een korte pauze houden, dat we 20 over 11 zal doen. Eric.